Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 17 oktober. Er zijn vrij veel wolkenvelden boven Nederland, met name in het oostelijk deel van het land, en daar valt ook af en toe wat regen. De regen die trekt geleidelijk aan naar het oosten weg en vanuit het westen klaart het steeds meer op. Vanmiddag kan er dan wel een enkele bui vallen. De temperatuur die ligt vanochtend tussen de 11 en de 13 graden. Vanmiddag wordt het zo'n 16 tot 17 graden. Verder waait er een matige wind uit het zuidwesten. De loop van de middag blijft het op de meeste plaatsen droog en dat geldt ook voor de avond. Alleen in de kustgebieden kan er dan nog een enkele bui vallen. De temperatuur ligt vanavond rond de 12 of 13 graden. Morgen is het eerst vrij zonnig, maar vanuit het westen neemt snel de bewolking toe. En in het tweede deel van de ochtend gaat het ook vanuit het westen geruime tijd regenen. En die regen die gaat dan weer geleidelijk aan over in buien en dan is er ook kans op hagel, onweer en windstoten. De temperatuur ligt morgenmiddag rond de 13 graden. Ook woensdag ziet het er nog vrij onstuimig uit, met temperaturen rond de 12 en 13 graden. Later op woensdag wordt het wel droger. En donderdag en vrijdag zien we hier en daar nog een enkele bui, maar op veel plaatsen blijft het dan al droog. Het blijft wel fris, met temperaturen rond de 12 graden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een fijne dag.